De gevangenis in Nieuwegein, de medische zorg, is ver onder de maat. Dat zeggen niet alle gevangenen, maar ook deskundigen. Die hebben het zelfs over mensonterende omstandigheden. Vorige week overleed een 35-jarige man in zijn cel. Een dakloze die in voorarrest zat voor lichte vergrijpen. De man had een hartprobleem, maar kreeg niet de hulp die hij nodig had en overleed. U zag dat vrijdag in onze uitzending. En vanaf dat moment komt er via rtvutrecht.nl een stortvloed aan reacties binnen. Verslaggever Hildau van Op Zeeland, die staat bij de gevangenis in Nieuwegein. Hildau, het heeft dus heel wat losgemaakt. Absoluut. Via onze website komen tientallen reacties binnen over deze zaak. En er zijn zelfs gedetineerden die vanuit de gevangenis bellen om hun verhaal te doen. Het lijkt erop dat het verhaal van de klokkenluider veel mensen heeft gesterkt om ook hun verhaal te doen. Ja, daarover zometeen meer. Kijk even mee naar de ontwikkelingen van de afgelopen week. Vorige week overlijdt een 35-jarige man in de gevangenis in Nieuwegein. Een anonieme medewerker van de penitentiaire inrichting laat de redactie weten dat de gevangenen is omgekomen door nalatigheid van het personeel. Tweede Kamerlid Linda Voortman is geschokt en besluit Kamervragen te stellen. Iemand van wie bekend is dat hij hartproblemen heeft, dat hij niet goed is geworden en dan met een kalmeerpilletje weer weggestuurd wordt. Dat kan natuurlijk niet. Die laatste uren van die man die moet echt vreselijk geweest zijn. Ook de advocaat van de overleden gevangene is geschrokken. Als het klopt wat hier allemaal is gebeurd, althans wat die tipgever zegt, dan is er sprake van grove nalatigheid. Waardoor iemand is dood gegaan die niet dood had hoeven gaan als men daar adequaat mee was omgegaan. Hij besluit aangifte te doen wegens dood door schuld. Dat doet hij morgen samen met twee familieleden van de overleden gevangenen. Hildau, je zei het net, je bent vanmiddag zelfs gebeld door gedetineerden vanuit de gevangenis. Wat is hun verhaal? Ze hebben niet alleen vanmiddag gebeld, ook van het weekend stond de telefoon roodgloeiend met gedetineerden die graag hun verhaal wilden doen. Waar het eigenlijk op neerkomt is dat zij zeggen dat de medische zorg binnen de gevangenismuren te wensen overlaat. Deze man vertelde ons een verhaal dat de medicijnen vaak aan de verkeerde persoon worden gegeven. Zo zit er een junkie in de cel naast hem en hij krijgt vaak zijn medicijn. Mijn buurman die krijgt methadon inderdaad en andere medicatie. Ze hebben wel eens mij aangeboden of ik dat medicijn wil slikken. Kijk, ik kan er nog wel op reageren dat ik wel helder ben dat ik het kan zeggen dat het niet voor mij is. Maar er zitten hier ook personen die dat niet kunnen. Ja, de uitgifte van medicijnen, dat gaat dus niet altijd even soepeltjes. Maar dat is niet het enige dat de gedetineerde aanhaalt. Volgens hem krijgen ze ook vaak pas te laat hulp als ze op het belletje drukken. Dat er te laat gereageerd wordt, want als ik zelf bel, dan duurt het tussen een half uur en een uur voordat ze reageerden overdag. 'S Avonds is hij doorgeschakeld te bel, dan reageren ze wel snel, maar ja, eer dat ze komen, dat kan ook weer een uur duren of nog langer. Ja, het geluid wat je hoort onder de interviews, dat is het geluid van biljartballen, want deze man belt vanuit de recreatiezaal. Ik zei tegen deze gedetineerde, het is best wel een behoorlijke aantijging die u doet. Zijn er misschien nog meerdere gevangenen die dit verhaal kunnen bevestigen? Nou, hij gaf de telefoon over aan een andere gevangene en die bevestigde dit verhaal. Hij zegt, er zijn eigenlijk een soort tweekamp onder de bewaarders. De ene helft heeft het goed met ons voor, maar de andere helft, ja, dat zijn pure sleuteldraaiers. En het welzijn van de gevangenen interesseert ze helemaal niets. Ja, maar deze zaken werden eerder ook al door de voormalig directeur van de gevangenis aangekaart, toch? Absoluut. In 2009 heeft de voormalig directeur al alarm geslagen over dit probleem. Hij zei dat de werkhouding van het personeel niet goed was en dat kon leiden tot onaanvaardbare risico's. En wat nu blijkt is dat er het afgelopen half jaar al 3 mensen zijn overleden hier in de gevangenis van Nieuwegein. Denk aan topcrimineel Zwolsman afgelopen januari. Dan zou er nog iemand zijn geweest en dus het recente voorbeeld van afgelopen week. Nou, het ministerie van Justitie wil daar niet meer wat over kwijt. Zij zeggen, ja, er komt waarschijnlijk een rechtszaak binnenkort, dus wij willen hier geen mededelingen meer over doen. Wie we ook hebben gesproken is een hoogleraar detentietoezicht en hij maakt zich ook ernstig zorgen over de medische aspect dat volgens hem onder de maat zou zijn hier in de gevangenis. Medisch personeel is niet altijd geschoold voor het werk in gevangenissen. Niet medisch geschoold personeel doet medische taken. Het aantal uren en tijdstippen dat de medische dienst beschikbaar is, dat is ook maar beperkt. Hij vindt dat de zorg in gevangenissen op dit moment op een onacceptabel niveau zit. De medische zorg aan gedetineerden hoort evenwaardig te zijn als de medische zorg erbuiten. En als dat niet het geval is, dan schieten wij tekort in de mensenrechten en dan schieten wij tekort
in het accepteren dat ook gedetineerden volwaardige mensen zijn. Dat is dus mensonwaardig. Jildau, de advocaat van de overleden man, laat het er niet bij zitten. Hij doet morgen aangifte, toch? Klopt, hij gaat aangifte doen wegens dood door schuld. Omdat dus onze klokkenluider beweert dat het gaat om nalatigheid van het personeel. En daarom is dus zijn cliënt afgelopen week overleden. Maar hij is niet de enige die de zaak op de kaart wil zetten. Ook Linda Voortman van GroenLinks gaat morgen Kamervragen stellen in de Tweede Kamer. En ook wij blijven deze zaak volgen. Dankjewel Jildau vanuit Nieuwegein.